Kwaliteitsgarantie klantgericht coachen. Omdat de term coachen een heel scala aan betekenissen omvat voor iedereen die zich als coach beschouwt, is het van het grootste belang om een duidelijk coachingsproces te definiëren dat aan ons doel beantwoordt. Om de middelen te rechtvaardigen en een bepaalde kwaliteitsstandaard te bieden in wat we doen, gaan we een handig systeem van kwaliteitsgarantie invoeren. Met kwaliteitsgarantie bedoelen we een gestandaardiseerde en operationele procedure die efficiënte coaching garandeert en een coachingsproces verifieerbaar maakt. Hieronder presenteren we een structureel kader met afzonderlijke stappen om kwaliteit te garanderen in coaching situaties. Formele persoonlijke data. Naam, geboortedatum, adres, nationaliteit, beroep. Anamnestische verhoging, aanleiding, verwachting, middelen, wat is er gebeurd, probleemanalyse. Beslissing over passend hulpaanbod. Wat heeft de cliënt nodig? Is er aanvullende hulp nodig, bijvoorbeeld advies over drugs van een specialist? Welke competenties worden van de coach verwacht? De coaching uitvoeren, coachingsdoelen. Overeenstemming over het aantal reguliere coaching sessies, duur van de sessies, informatie over de aard en inhoud van de coaching sessies. Na de anamnesis is het aan de betreffende coach om te beslissen of de volgende stappen voor de cliënt en of op dit punt in het proces de coach de juiste persoon is om iets aan de behoeften van de cliënt te doen. Zo kan het zijn dat doorverwijzing naar een detoxcentrum in eerste instantie voor de cliënt het nuttigst is, voordat de coach kan beginnen met niet-sturende interventies. Aan het begin van de coaching legt de coach zijn of haar methodische aanpak uit aan de cliënt, zodat die kan beslissen of de voorgestelde methodiek op dit specifieke moment geschikt is. Misschien is het nuttiger voor de cliënt om de nagestreefde interventies af te wegen en zich eerst te richten op steun op communicatief gebied voordat de cliënt verdere doelen kan begrijpen. Nadat de beslissing is genomen over de juiste strategie van ondersteuning en een specifiek hulpaanbod is gedaan, zal de cliënt zijn of haar individuele doelen stellen met behulp van de coach. Vergeet niet de gecoachte persoon te informeren over wat u bedoelt met het hanteren van een cliëntgerichte en niet sturende benadering. Vertel hem of haar wat u doet met wat u niet doet en waarom u het doet. Documentatie gedurende de coachingsperiode. De coach moet ook aantekeningen maken over de belangrijkste onderwerpen van elke coachingsessie. Het is belangrijk om het gedrag van de cliënt, de interventies van de coach en de aspecten van de relatiestructuur tussen coach en gecoachte te notuleren. En ook de gemaakte afspraken tijdens de coachingsessie. Natuurlijk moeten de specifieke problemen die worden besproken en de veranderingen met betrekking tot de problemen en omstandigheden in het leven van de cliënt ook in de notulen terechtkomen. Onthoud dat deze notulen strikt vertrouwelijk zijn, wat betekent dat ze alleen door de coach en de gecoachte mogen worden gedeeld. Format van data, datum en duur van de sessie. Documentatie van essentiële gespreksonderwerpen, gedrag van cliënt en coach, aspecten van de relatie cliënt en coach, specifieke problemen en moeilijkheden, positieve of negatieve veranderingen met betrekking tot de problemen en of leefomstandigheden van de cliënt, positieve of negatieve veranderingen ten aanzien van de coachingsdoelen. Diagnoses gedurende het coachingsproces. Het is gepast om na elke coachingsessie gestandaardiseerde vragenlijsten te gebruiken om de kwaliteit van de coaching gedurende het hele proces te waarborgen. Het is daarom nodig om twee soorten vragenlijsten te hanteren, één voor de cliënt en één voor de coach. Belangrijke aspecten om vanuit het perspectief van de cliënt te weten zijn:
Hoe gaat hij of zij met de coach en zichzelf om tijdens de coachingsessie? Hoe ervaart de gecoachte veranderingen van houding, gezichtspunten en of gedrag tijdens het coachen? Hoe veilig en zeker voelt de gecoachte zich op persoonlijk niveau? Hoe de gecoachte aanvoelt of hij of zij goed tot rust kan komen? Fundamentele kwesties vanuit het perspectief van de coach zijn de waargenomen interactie en veranderingen bij de cliënt. Voor een goede analyse kan het verhelderend zijn om beide perspectieven in het algemeen te vergelijken, maar ook elk afzonderlijk onderwerp. Het is ook mogelijk het zelfonderzoek van de cliënt te beoordelen en in hoeverre het gedrag van de coach in gesprekken de vastgestelde waarde van de klantgerichte benadering volgt. Ervaringen van de cliënt, ervaringen van de coach, inschatting van de relatie coach tot cliënt en documentatie van supervisie. Postdocumentatie. Vergelijkbaar met de manier waarop na processen en projecten meestal evaluaties worden gedaan, wordt het cliëntgerichte coachingsproces gevolgd door een helder afgebakende postdocumentatie. De volgende informatie wordt gedocumenteerd. Harde feiten van de coaching. Samenvatting van essentiële gespreksonderwerpen en aspecten van het coachingsproces. Subjectieve beoordeling van de effecten van de coaching. Een advies voor vervolgactiviteiten. 1. Formele feiten en data van de coaching. Duur, een aantal sessies. Het soort interventiemethode. 2. Samenvatting van essentiële gespreksonderwerpen en aspecten van het coachingsproces. 3. Subjectieve beoordeling van het coachingsproces en de effecten. Beoordeling welke doelen zijn gehaald en de mate van tevredenheid. Specificaties over verstorende invloeden en ongewenste veranderingen. Visie van cliënt en coach. 4. Documentatie en vervolgactiviteiten. Catamnese, doorverwijzing. Laten we nog een stap verder nemen wat betreft de kwaliteit. Supervisie. Als we het hebben over supervisie in een psychologische werkomgeving, zien we dat als een fundamentele methode van kwaliteitswaarborging. Een supervisor en de andere deelnemers van een werkgroep kijken met gepaste afstand naar een door de coach beschreven probleem. Met betrekking tot de cliëntgerichte benadering zal de supervisie de persoonlijke ontwikkeling van de coach ondersteunen. Door cliëntgerichte supervisie in de professionele context te gebruiken, wordt de coach geholpen zichzelf in relatie tot de cliënt beter te begrijpen. Zo is hij of zij in staat actief alternatieven te ontwikkelen op basis van zijn of haar eigen potentieel. Als we met de term professionele context te maken hebben, is het duidelijk dat we ook de organisatorische en structurele aspecten tot onderwerp van supervisie maken. Om een helder beeld te krijgen wat het betekent om supervisie uit te voeren bij klantgerichte coaching, willen we graag een voorbeeld aanhalen van stagnerend zelfonderzoek door de cliënt. De belangrijkste taak van de coach is om samen met de cliënt tot de kern van het probleem van de cliënt te komen en zelfonderzoek bij de cliënt te inspireren en te stimuleren in de coachingsessie, waarbij principes van niet-sturende communicatie worden aangehouden. Hoe ziet dat eruit? Om inzicht te krijgen in een ongedifferentieerde inhoud moet men onderscheid maken tussen uiterlijk en innerlijk. Vervolgens tussen innerlijk significant en niet significante inhoud. Om
tot de kern van het probleem van de cliënt te komen. De stimulerende antwoorden te formuleren, zodat de cliënt vervolgens alle stadia van zijn of haar zelfonderzoek kan doorlopen. De rol van de supervisor is een positie innemen die hem in staat stelt tot metacognitie van het proces in een reflectief gesprek tussen coach en supervisor. Tijdens het reflecterende gesprek zal de supervisor elke vervolgstap van het proces om tot de kern van het probleem te komen belichten en parallel daaraan de stadia in het zelfonderzoek van de cliënt die daarmee gepaard gaan. Heeft de coach gefocust op innerlijke inhoud? Dit is van groot belang om tot de kern te kunnen komen en de cliënt te stimuleren in zijn of haar doorlopende zelfonderzoek. Met dit soort procesreflectie decodeert de supervisor de handelingen van de coach. Daarnaast geeft hij feedback of de coach voorbarige stappen heeft gezet of niet het juiste stimulerende antwoord heeft gevonden om de cliënt in zijn of haar zelfonderzoek aan te moedigen.